Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland. valt geen regen uit, er zit wel hier en daar wat mist onder het wolkendek. Door de aantrekkende wind lost de mist snel op en dan zien we in het oosten af en toe de zon doorbreken, terwijl langs de westkust later vanochtend de wolking dikker wordt en dan valt dan misschien een spatje motregen. Vanmiddag breidt de motregen en regen zich heel langzaam oostwaarts uit, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang droog. ...temperatuur rond 8 graden, in het oosten misschien oplopend naar 10 graden. Vanavond gaat het overal harder regenen en dan draait de wind geleidelijk van zuid naar noordwest. In de nacht wordt het dan vanuit het westen droog. Morgenochtend misschien nog een spatje langs de oostgrens, maar al snel ook daar droog weer... ...en daarna schijnt overal de zon geregeld. Het wordt 7 graden en bij een westen tot noordwesten wind is het verder droog weer. Zaterdag is het ook lange tijd droog, maar in de namiddag en avond gaat het opnieuw regenen... Zondag wordt een wisselvallige dag. Ook maandag hebben we de, de paraplu nodig. Temperaturen de komende dagen tussen de 7 en 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl